Uur daarna, wanneer we er niet op ingaan, weet ik waarover het gaat. Let vooral op, kijk rond en onthoud welke vragen je bezighouden tijdens de rondleiding. Want het is een beetje koud om hier te blijven stilstaan en allemaal vragen te stellen. Die kunnen nadien binnen. Ja. Ik zou even een toelichting over. Hof, ik heb gezien dat het ook kasteeldomein genoemd wordt. Dus er is hier vroeger ook een kasteel geweest. Dat stond ginder in de jaren 60. Was dat, is dat afgebroken geworden? Dat is al lang geleden. Daarna is hier een klooster gekomen, een seminarieplek ook voor de paters. Ik weet niet van welke origine dat die paters waren, maar jij weet dat Heilig Hart. Van het Heilig Hart, paters van het Heilig Hart. En die hebben dat een vijftal jaar geleden verkocht aan VZV Bejaardenzorg. Ondertussen is dat VZV Curande geworden. Curande, onze lieve vrouw van de Zeven Weeën. Dat is een moederhuis in Ruisleden. En die hebben een aantal zorgcentra in het ruimere gebied van 30 hectare hier rond. Waarom? Omdat eigenlijk ondertussen is hier een rup uitgewerkt is voor die 30 hectare. Dus dat is de Godestraat Ginder. En dat is de Mexicostraat. En die rechterhoekige stuk zit eigenlijk in één rup. En heeft als bestemming zorg en recreatie gekregen. Maar zonder permanente bewoning. Dus